We zijn hier in Ginusar, een kibbutz op de rand van het meer van Tiberias. De mensen die hier hun hele leven lang hard gewerkt hebben en gewoond hebben en oud zijn, kunnen hier blijven wonen in het kleine verzorgingshuis hierachter. Het is te klein om open te blijven en daarom moet er verbouwd worden, zodat het gemoderniseerd kan worden en groter, zodat er mensen uit de omgeving ook hier kunnen wonen. De zorgmanager hier is Brigitte. Zij is een vrijwilliger die in de jaren 70 hier naartoe gekomen is en hier is blijven wonen en werken. En dat doet ze met veel plezier. Wat is zo bijzonder aan een kleinschalige verzorgingshuis? Wat speciaal is, dat er mensen hier in de kibbutz tijdens de oorlog of na de oorlog zijn gekomen en hebben hier de kibbutz opgebouwd. En die kunnen dus hier verzorgd worden tot het einde van hun leven. En volgens mij is dat heel erg speciaal. In Israël is het de tendens om tegenwoordig een grootschalige verzorgingshuizen te bouwen. Wat is het bijzondere? Waarom sta jij achter een kleine verzorgingstehuis? Volgens mij een groot bejaardentehuis. Ik heb een gevoel, of ben ik er bijna zeker van, dat het meer een fabriek is geworden. En wat hier zo speciaal is, we kennen elke persoon en iedereen is voor ons natuurlijk erg belangrijk. Natuurlijk ook wel in een groot bejaardentehuis, maar toch in zo'n kleintje, je verzorgt iedereen toch wel meer persoonlijker. Als ik zo rondom kijk, dan zie ik dat hier veel groen is en mensen hebben ruimte. Dat is niet wat in een andere verzorgingshuis te vinden is. Nee, zeker niet. Hier is morgens gaan de deuren open. Ze zijn wakker geworden, ze worden gewassen. Elke dag worden ze gewassen. Alleen de Sabbat dus niet. Maar de deuren gaan open en de mensen gaan naar buiten. En ze zitten buiten en ze kunnen van de buitenlucht genieten. En dat is niet wat ze in een groot bejaardenhuis hebben. Wat is het probleem van de afgelopen jaren geweest waarin je geworsteld hebt om dit verzorgingshuis in leven te houden? Nou, de regering die gaat natuurlijk bij elkaar, van alles wordt te duur voor hun, dus zij willen graag grote bejaardentehuizen hebben. En dat wil dus zeggen dat zij ook met geld gaan korten. Zeg maar, nieuwe bewoners krijgen we minder geld uitbetaald. Mm. En tenminste, de verzorging is hetzelfde gebleven. Ja. Dus er komt geen genoeg geld op het plankje. Dus eigenlijk, we hebben geen genoeg geld om rond te komen. En wat is nu besloten? Besloten is, in de kibbutz, dat we hier blijven. Ja. En dat we voor alles willen zorgen dat we hier kunnen uitbreiden. Gaat kibbutz daarin meehelpen? Volgens mij wel, maar we hebben ook de hulp van buitenaf nodig. Zonder de hulp van buitenaf dan kunnen we niet rondkomen. En wat gaat er gebeuren? Het eerste gedeelte wordt gebouwd en daarna het tweede gedeelte, dan gaan de mensen over. Tenminste bij het eerste gedeelte, het tweede gedeelte, wordt het helemaal gerestaureerd of ook helemaal verbouwd. Op de plek waar jullie zitten? Ja. Oké. Dankjewel. Alsjeblieft.